dit is de kist wel, denk ik. Het is muziek van Major Lazer. Dat is een DJ-act van drie artiesten uit Amerika en Caribbean. En ze had een nieuw album uitgebracht. En om een van de nummers op dat album had de 23-jarige jouster Kevin Bakker meewerken. En ik ga nu contact met Kevin. Goeien. Goeien. Ja, hoe is dat zo komen? Een gearworking met zo'n grote DJ-act. Ja, ik ben al een hele tijd bezig, zeg maar, met hun in Amerika om dingen te schrijven voor andere artiesten eigenlijk. En nu kwam eigenlijk deze track, die kwam eigenlijk op hun pad. En die hebben ze toen gebruikt voor het album uiteindelijk. Zijn eigenlijk al 2 jaar overheen gegaan. Toen ik het had gestuurd, deze instrumenten al, zeg maar. En ik kreeg ergens in februari een bericht van... ja, we hebben French Montana erop gezet. Een van de grootste rappers uit Amerika. En wat zijn je gegevens voor het contract? En dat was wel heel spannend in één keer. Ja, want dat bedoeld komt. Wat gaat er dan door die heen? Ja, dat is eigenlijk wel waar je eigenlijk jaren voor aan het werk bent voor zoiets heel groot, zeg maar. In je kamer, in jouw, zeg maar. Ik werk natuurlijk wel veel in Nederland, in Amsterdam natuurlijk ook voor andere artiesten in Nederland. Maar dit is wel de eerste hele grote kans, zeg maar. Ja, want er is al een heel schoofte rond de muziekmeidje, begreep ik. En daar had ook weer werken met grote Zuid-Amerikaanse naam. Maar hoe kan het dat het grote publiek die nog net kent? Omdat ik heel veel in de achtergrond voor andere artiesten aan het werk ben geweest de afgelopen jaren. En nu, sinds deze jaren, ben ik meer aan het focussen op Nederland. Om onze naam Tribal Goose ook bekender te maken. Want dit is misschien wel een grote doorbraak. Want wat kan die dit opsmieden? Nou, ik denk dat dit wel mij meerdere opdrachten gaat opleveren. En ze hebben me ook al uitgenodigd in Miami om daar te gaan schrijven voor artiesten. En ook voor om een eigen DJ-act, zeg maar, voor te zetten. Waar is dit ontstaan, Kevin, bij jou? Ik ben opgegroeid sowieso met gitaarspelen. Ik heb ook de opleiding D-Drive gedaan in Lauwerd. 4 jaar geleden. En toen ben ik afgestudeerd als gitarist. En in die tijd van die opleiding ben ik toch wat meer ook naar het produceren gaan trekken, zeg maar. En dan kom je mensen tegen, zomaar op je pad. Je begint van rock'n'roll muziek en blues muziek naar reggae muziek te gaan. Dan kom je wat in de elektronische hip-hop muziek en de Caribische muziek. Ja, en dan rooi je opeens zomaar in dit soort achtige stijlen, zeg maar. Ja, wil je even een stukje van het nieuwe nummer van Major Lazer erbij pakken? Ja. Ja, dit is dan bij die ouders thuis aan de keukentafel geproduceerd. Hoe maak je dat zien? Ja, meestal, ik heb zelf wel thuis een studio en ik werk in verschillende studio's wel in Nederland. Maar deze productie die heb ik eigenlijk gewoon thuis aan de keukentafel gemaakt met een koptelefoon en een laptop en een keyboardje. En dan is hij al bijna klaar en dan stuur je hem op naar die mensen toe in Amerika. En dan gaat er heel veel tijd overheen voordat je echt iets hoort dat ze er iets mee gaan doen. En dan zeggen ze in één keer, het staat op het album en het album komt later dit jaar uit. En dan heb je hem gewoon. Ja, bam, bam. Een beetje geluk natuurlijk en de juiste productie naar hem toe sturen. Wat werkt dan? Dan heb je het zomaar voor elkaar. Ja, bam, bam, bam dan, want hij staat op YouTube. Ja. Hij is al 200.000 keer beluisterd in 10 dagen en op Spotify, hij doet het heel goed. Dat is dan wel geweldig, hè? Het is geweldig, want ik denk dat dit wel mijn eerste gouden plaat gaat worden, zeg maar. Want door zei het al, dat produceren is natuurlijk ook net zo makkelijk. Nou, want ik is net naar Amerika daar, hè, om al noemers te werken. Nee, ik heb net dit jaar een nieuwe deal getekend in Amerika. En een publishing deal. En het plan was om, zeg maar, dit jaar dan daar naartoe te gaan een hele week. En dan te produceren met allemaal artiesten en liedjes maken daarvoor. Ja, en dan gewoon kijken wat er uit zou komen. Maar ja, de corona heeft allemaal gestagneerd, zeg maar. Dus geen festivals, geen
geen Amerika, maar ja, we hopen dat volgend jaar dat het allemaal weer kan. Maar toen had die visitekaartje wel al, jongen, zei je? Ja, dit is wel, het is mooi dat dit album alsnog dit jaar uit is gekomen. Dat we volgend jaar gewoon kijken of we daar inderdaad nog steeds naartoe kunnen gaan. Dat moet zeker wel. Maar ja, dit is een mooi opstapje voor naar het buitenland, zeker weten. Kevin Bakker, tien dank voor die prachtige verhalen en soort succes nog met het muziekmeisje. Hij is 23 hier en zit dus bij Unforeseen Tracks op dat nieuwe muziekalbum van Major Lazer, de DJ Act.